Aan de telefoon. Ja, hoi, met Patrick van Ons. Hey Patrick, hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ja. Gisteren weer een leuke stream gehad. Ja? Dus ja, was ook weer hartstikke leuk. En zo proberen we nog een beetje in deze coronatijd wat te zingen, zeg maar. Ja, je wordt steeds populairder, hè? Want waar kom je vandaan? Hoe oud ben je, Patrick? Ik kom uit Amsterdam en ik woon nu sinds 4,5 jaar in Asserdelg. Ja? En ja, daar woon ik heerlijk vrijstaand aan het water. Dus als je op Facebook kijkt, zie je ook dat ik wat optredens op de Steiger heb gedaan, zeg Ja. maar. In deze coronatijd probeer je jezelf en de mensen wat te vermaken. Ja, daar woon ik met mijn vrouw. Hartstikke mooi, gezellig met z'n tweetjes. En het is een oud dijkhuisje van 1900, wat ik nou ja, al 4,5 jaar aan het opknappen ben. En daarnaast heb ik mijn zangcarrière probeer ik op te pakken en uit te bouwen. Ja, want je bent er eigenlijk niet zo heel lang mee bezig. Wat ik weet van vorig jaar was je er eigenlijk net een half jaar volgens mij mee bezig, als ik het goed heb. Ja, klopt. En nu ben je alweer een jaar, oh ja, ongeveer een half jaar verder. Dus eigenlijk nu alweer een klein jaartje, anderhalf jaar alweer. Hoe is dat voor jou begonnen, het zingen? Ja, ik heb een collega, Robin Toppert. Die ben ik mega dankbaar. Die werkt ook bij de brandweer. En bij een verjaardagsfeest kwam hij optreden. Daarna heb ik ook heel spontaan nog een nummertje gezongen, terwijl ik het helemaal niet durfde. Ja. En ik weet niet of je het zelf herkent, maar een beetje gezicht naar beneden, maar heel schuchter het nummertje proberen te zingen. Ja. En de volgende dag sprak ik hem op het werk en hij vroeg hoe zijn optreden ging. Hij zegt wat leuk dat je ook nog een nummertje zong. Ik zei ja, maar ik durf helemaal niet. En nou ja, voor ik het wist had hij zijn zangcoach gebeld. En 3 dagen later zat ik bij zijn zangcoach. Nou ja, en toen is het losgegaan, zeg maar. En toen ben ik niet meer gestopt. Nee, want was dat je eerste staan de lentejacht vorig jaar of niet? Ja, was mijn eerste. Ik heb vorig jaar bij Winterstar heb ik meegedaan en bij de Zaanstreek. Ja, twee waren het natuurlijk, ja. Ja, klopt. En toen bij de. Nou, toen zong ik net 3 maanden. Maar ik dacht, nou ja, ik ga er gewoon voor en ik zie wel hoe het gaat, zeg maar. Ja, nou ja, goed, er is nog heel veel werk aan de winkel, maar ja, ik vind het zo leuk om te doen. En ik heb zelf naast mijn huis een schuur staan en die heb ik omgebouwd tot een beetje een zangstudio. Daar heb ik een geluidsinstallatie aan staan en daar zing ik bijna elke avond mijn nummertje, zeg maar. En je vrouw heeft er geen probleem mee, die denkt niet, oh, is weer mijn schuur weg of is weer. Ja, nee, wij hebben de mazzel dat we leuk wonen, zeg maar. Ja. En zij heeft haar dingen voor zichzelf. Zij heeft een hele praktijkraam erboven. Ja. En we laten elkaar daar op een normale manier in vrij. En ze vindt het gewoon hartstikke leuk wat ik doe. En moedigt mij aan. En ze voelt dat ik mijn passie nu aan het volgen ben. En daar is ze heel blij voor mij in, zeg maar. Maar had je die passie vroeger, zeg maar, ook al? Dus zeg maar als kind zijn dat shows van, hé, ik wil ooit, wil ik op dat podium staan. Dus het is gewoon eigenlijk, ja, net zoals bij mij toen ik 18 was. Ik had het pas toen ik 18 was eigenlijk. Maar had jij dat als kind al? Nou, ik zou als je op mijn website kijkt, zie je daar ook een stukje over, dus dat kan ik ook vertellen. Ja. Ik heb een vrij lastige jeugd gehad, zeg maar, en daar hoef ik niet helemaal over in detail te Nee, komen. snap ik, dat is ook niet nodig voor de radio, maar. En André Hazes heeft mij door mijn jeugd heen gebracht. Dus Ja. daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. En daardoor was ik wel altijd met Nederlandstalige muziek bezig, en vooral André Hazes. Ja. En dus ik heb er altijd wel wat mee gehad, maar nooit ook mede door mijn jeugd wat mee durven doen, onzekerheid en dat soort dingen allemaal. En nu is dat tot ontplooiing gekomen, zeg maar. Dus de warmte en de liefde en de steun die ik uit die muziek heb gehaald, zeg maar, als ik dat voor mensen om me heen kan bieden, Ja. als ik aan het zingen ben. En ook gezelligheid natuurlijk, want het moet ook gezellig zijn. Ja, dan vind ik dat alleen maar leuk. En zodoende is die passie. Wel al vroeg ontstaan, zeg maar, de Nederlandstalige muziek, maar ja, niet het zingen als zich, zeg maar. Nee, dat is zeg maar dan later gekomen, eigenlijk toevallig, zoals ik zeg, Ja. ja, via via. Ja. Nee, helemaal leuk. Het volgende natuurlijk is het stukje talentenjachten natuurlijk. En ja, je merkt natuurlijk uiteindelijk, je bent nu een jaar denk ik bezig, iets langer denk ik. Ja, anderhalf jaar zo'n beetje Of nu. anderhalf jaar inmiddels. Hoe voelt het voor jou? Want in het begin dan ben je toch een beetje onzeker natuurlijk over het zingen. Ik had dat wel een beetje van, oh ja, klinkt het wel, is het wel leuk. Hoe vind je het zeg maar nu? Want als ik de laatste keer stond je daar toch alweer wat, ja, hoe moet je het zeggen, zelfverzekerder, wat standvastiger?
Ondanks dat het heel erg is, hè, die coronatijd, Ja. want het is natuurlijk een vreselijke tijd voor iedereen en mensen met bedrijven die het heel slecht hebben, is het voor mij wel een mooie tijd om te ontwikkelen geweest. Want als ik dan op de bühne had gestaan, nou, dit is net wat je zei, je bent onzeker en nu heb ik een jaar gehad waar ik in heb kunnen groeien, zeg maar. Ja. Dus ik sta nu wat zekerder op het podium. Ik vind het leuk. Ik krijg steeds meer stembeheersing. Ja. En dan voel je wat vrijer. Dus ja, een geluk bij een ongeluk voor mij. Dat het een jaar stil heeft gestaan. En ondanks hoe erg het ook allemaal is en wat er allemaal rondhangt. Ja. Maar is het voor mij even, nou ja, toevallig net mooi geweest. En heb ik me in stilte kunnen ontwikkelen, zeg maar. Ja. En weet je, ja, ik heb er zin in dat het, en zoals iedereen, dat het straks los kan gaan en dat we dan heerlijk kunnen gaan optreden. Maar ook terugkomend op de talentenjachten, ook als ik daar sta, dan sta ik daar wel weer even met geknepen billen. Hoor. Want ja, wat vinden mensen daarvan? En bij de Zaanstreek staan toch wel twee juryleden die, nou ja, die er toch wel een beetje verstand van hebben. Ja. Dus je geeft je helemaal open en bloot en nou ja, zeg maar wat je ervan vindt. Dus dat is wel spannend. Ja, dat is altijd met de talentenjachten natuurlijk. Kijk, normaal optreden, dan kan je soms aan de mensen merken van, oh ja, ze vinden het leuk of ze vinden het niet leuk. En bij talentenjachten zit er toch, en dat heeft altijd, voor mij vind ik ook altijd wel extra lading, want dan kijken toch mensen naar jou. En dat maakt het wel anders natuurlijk. Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Dus ja, dat is wel nou ja, spannend elke keer weer. En toen heb ik gisteren mijn eerste livestream gedaan. En ja. Dat was super leuk. En ja, dat is dan ook weer spannend, want het wordt live op YouTube uitgezonden. En mensen gaan kijken en vinden daar ook wat van. Dus dat ja. Heb ik wel van, nou ja, hopen maar dat de mensen het leuk vinden. En ja. Ja, jij hebt natuurlijk ook eigenlijk, en dat klinkt, ik heb het trouwens wel nodig, maar ik denk dat jij dat ook, je hebt eigenlijk ook met jouw muziek, want je zingt natuurlijk voornamelijk ook feestmuziek natuurlijk. Ja. Heb je ook je publiek natuurlijk nodig. Ja, ja, ja. En dat is dat dan kan je, heb je een wisselwerking met je publiek. Ja. En dat is veel leuker, weet je. Dat is een livestream natuurlijk, ja. Ja, ja. En dan moet ik zeggen, nou zaterdag gisteren twee mensen aan de bar, netjes op 1,5 meter afstand. Ja. En daar heb je dan wat interactie mee. Maar dat is wat anders als je gewoon leuk in een café of bij een verjaardag staat te zingen. En mensen reageren erop en ja, dan is het, dat vind ik het leuke en nou ja, dat heb jij denk ik ook. Ja, dat mis je eigenlijk nu wel een beetje in deze tijd, dat je zeg maar niet het publiek hebt. Puur met een livestream en dan kunnen er 30, dan kunnen er 100 naar kijken, maar je ziet ze eigenlijk niet. Nee, klopt. Nee, dus dan zingen ze ook niet mee. Nee, helemaal goed. Nou ja, wat ik laatst natuurlijk van je hoorde, je hebt een cover opgenomen. Ja, klopt. En je was bezig met een eigen single toen dat tijd. Ja. Hoe is dat nu? Ja. Ik heb die cover opgenomen bij een zangcursus van Cordula Kleiweg en daar zat het bij. Ja. En ik kwam dit nummer tegen, het is een nummer van Django Wagner en 30, 40, 50 jaar geweest, zeg maar. Ja. Nou ja, dat slaat bij mij ook een beetje aan, want ik ben inmiddels ook een 50 gepasseerd. Ja. Dus ik vond het wel een heel leuk nummer om dat als eerste te doen. Mm-hmm. En ja, met de achtergrond van, nou ja, we zijn wat ouder, maar we weten wel wat er in de wereld te halen valt en hoe we het moeten doen, zeg maar. Ja. En daarom vond ik dat een heel leuk nummer. Dus dat heb ik als cover uitgebracht en nou, ik had de mazzel dat Roy Otters de muziek voor mij opnieuw helemaal heeft ingespeeld. Ja. Dus de orkestband werd nog mooier. En nou, daar heb ik allemaal leuke reacties op gekregen. Een leuk filmpje bij gemaakt. Dus die staat inmiddels op mijn YouTube. Die moet nog even op Spotify en zo komen. Ja. En dat was een eerste begin. En dat is natuurlijk ook al weer spannend, want alles zijn eerste dingetjes, zeg maar. Ja. En ik heb nu een tekst geschreven. Die heb ik verder bewerkt met Jeroen Derksen. Die heeft de muziek ondergemaakt. En ik ben hem nu helemaal aan het eigen maken. En als het goed is, gaan we eind mei opnemen. Mm-hmm. En ik verwacht dat die half juni gaat uitkomen. Dus ja, dat is ook weer spannend. Dat is je eerste eigen nummer wat je hebt geschreven. En ja, muziek ondergemaakt. En het is een beetje in de stijl van Wesley Bronkhorst, André Hazes, zeg maar. En ja, een beetje, ja, een mooi gevoelig nummer, denk ik. Het wordt niet iets vrolijks, dus zeg maar, wat je normaal zeg maar op het podium, wat ik dan hoor en zie. Het wordt niet iets vrolijks, het wordt meer een soort verhaal eigenlijk. Het wordt een verhaal, inderdaad. Het ja. Klopt, een verhaal, weet je wel op tempo, maar het wordt wel met een verhaallijn erin. En wat ik zeg, ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven, dus ik heb genoeg inspiraties. Ja. Ik heb al iets van 8 of 9 teksten klaar liggen en die moeten natuurlijk wel allemaal gefine-tuned worden. Ja.
Maar ik denk dat er in de komende tijd nog wel, wel wat van Patrick van Os gaat horen, zeg maar. Ja, want hoe ziet jouw toekomstplan er zeg maar uit nu? Dus als je naar een jaar geleden kijkt natuurlijk, dan heb je eigenlijk bijna tot geen plan. Je wil eigenlijk een paar keer op het podium staan om te kijken van, hey, hoe voelt dat? Maar hoe ziet jouw toekomst er nu zeg maar uit? Album, zou je een groot stadion willen uitverkopen? Ja, ik heb geleerd inmiddels, je moet doelen stellen en groot stellen. En ik zeg altijd, mijn droom is Chicodome, omdat ik hier uit te kopen. Yep. En alles wat eronder zit, vind ik ook goed. Ik wil gewoon eruit halen wat erin zit. Ja. En ik weet niet waar mijn grens en waar mijn plafond zit. En dat ga ik in de toekomst zien. Ik hoop dat ik mensen kan vermaken met mijn muziek, dat ik kan mensen raken met mijn muziek. Ja. En maar ook gezelligheid kan geven. En waar dat toe leidt, ja, nummers uitbrengen. En nou ja, kijken of ik mijn droom kan najagen en zie ik wat allemaal vol kan krijgen. Ja. Ik weet, het is heel iets groot en niet voor iedereen weggelegd. Nee. Ja. Nou ja. Ja. Ja, als ik kijk naar, dat, daar wil ik eigenlijk dan gelijk op in, als ik kijk naar Ik Geloof in Mij en Buiten Alles, zouden wij dat toch ook kunnen? Ja, ja. Toch? Ja, absoluut. Ja, dat, ja, ja. Dan moet ik zeggen, er zitten best een paar goede zangers bij, hè? Jan Kettenburg, ja. Dario. En ja, die hebben helaas het geluk nog niet gehad om door te breken. Ja. Maar ja, dat zijn ook jongens die dat kunnen. En nou ja. Ja, misschien is er voor ons ook iets weggelegd bij Johan. Je weet het niet, hè? Het zal altijd kunnen via. Je weet het nooit. Je moet een beetje geluk hebben en dan kom je daar misschien wel, toch? Geluk en een gunfactor. Ja, dat zeker, dat zeker. Nou, dan kom ik eigenlijk nog even terug op de talentenjacht natuurlijk, want daar heb je daar dan drie. Dit is dan de derde waar je natuurlijk aan meedoet. Hoe is dat tot nu toe gegaan qua talentenjacht? Je hebt volgens mij bij alle drie de kwartfinale volgens mij gehaald. Ja, klopt. Als ik het goed heb. En, en volgens mij met best wel nog redelijk positief commentaar. Ja, ja. Zeker de eerste keer bij Winterstar, toen was ik net 3 maanden bezig. Toen zei ze, nou weet jij al voor 3 maanden. Voor elkaar heb gebokst, dat vonden ze best wel knap en yep. Respect daarvoor. En nou ja, weet je, het enthousiasmeren van mensen en nou ja, wat ik elke keer krijg van ja, er staat iemand die nou ja, die wat kan overbrengen. Mm-hmm. Dat is er. En zangtechnisch zal er wel hier en daar nog wel aan gespijkerd moeten worden, zeg maar. Dus dat is mijn opdracht, zeg maar, die ik elke keer mee krijg. Ja, maar dat heb ik dan. En ik heb eigenlijk heel vaak dezelfde woorden als jij gehoord bij talentjachten. En dan denk ik, is dat wel het belangrijkste? Waar gaat het eigenlijk om in zingen? Je hebt natuurlijk, laten we zeggen, in Nederland misschien al 2 miljoen zangers. En dat maakt niet uit op verschillende niveaus natuurlijk. Is het dan belangrijk dat je echt extreem goed kan zingen en je meet met de singer-songwriters, noem ik het maar even? Of gaat het erom dat je mensen vermaakt? Dat is waar ik altijd een beetje mee zit. Ja, het is hoe hoog je doelen wil stellen, zeg maar. Ja. Als je natuurlijk gewoon in het feestgebeuren wil blijven zitten, in de kroegen, in verjaardagen, ja. Dan denk ik dat je met het enthousiasme wat wij neerleggen, ja. Een heel eind gaat komen. Wil je verder gaan groeien, dan denk ik dat je ook zangtechnisch wel de lat wat hoger moet gaan leggen. Ja. Want Marco Bezato en André Hazes en noem de toppers maar op, ja. Die kunnen allemaal wel een moppie wegzingen. Dus, En dat is uiteindelijk wat jij natuurlijk ook wil, eigenlijk uiteindelijk naar misschien de grotere theaters en dat soort dingen. Grotere zalen. Ja, dat zou ik wel heel graag willen. Maar is het niet, Johan, dan is het ook goed, weet je. De verjaardagsfeesten vind ik ook hartstikke leuk om te doen. En een kroeg gezellig feest bouwen is ook hartstikke leuk. Ja, het heeft allemaal zijn charme natuurlijk op welke manier dan ook. Ja, absoluut, ja. Absoluut. En ik heb gisteren het interview van Marco Bezato gezien. Ja. En dat is een hele grote jongen geworden. Maar ja, hoge bomen vallen veel in. En je staat wel ook met negatieve dingen in. Je maakt van alles mee natuurlijk. Ja, ik heb het gisteren toevallig. Ik heb gisteren ook zitten kijken. Omdat ik toch wel benieuwd was van wat gaat er door zo'n artiest heen? Ja. Op zo'n moment, zo'n artiest. Dus gewoon de top van Nederland. Marco Bezato natuurlijk jarenlang heeft hij aan de top gestaan. En dan zie je echt van, hey, wat gebeurt er dan in de wereld boven ons, zeg maar, noem ik het maar even. Ja, klopt. Ja. En dat is heftig, want je wordt overal natuurlijk op uitgemeten. Nou ja, wat is geloofwaardig, wat niet, dat lezen we natuurlijk ook vandaag weer. Ja. Iedereen vindt wat van je en iedereen moet wat over je schrijven. Ja. En inderdaad, wat is waar en wat is niet waar. Dus er zit een mooie kant aan het verhaal. Maar dit hoort er ook bij, zeg maar. Ja, en dat zei hij ook van, ja, dit is het vak wat we natuurlijk uitoefenen. En iedereen die oefent het op zijn eigen manier uit. Maar ja, dit soort dingen horen allemaal bij dat vak. En daar heb je mee te dealen eigenlijk.
Ja, en dat geldt voor ons ook, hè. Bij ons op een kleiner niveau, maar ik stond ergens in een kroegje op te treden. Ja. En toen kreeg ik een feedback van, nou ja, dat het allemaal niet zo zuiver was en niet zo hoog. Ja. En nou, toen moest ik even slikken, want ook dan krijg je wel even dat je denkt van, jeetje mina, die komt bij mij dan wel aan, zeg maar. Maar ja, mensen vinden maar dat ze alles maar mogen zeggen daartegen, weet je, waar je optreedt. Dus, en nou ja, dat moet je ook een dikke huid in gaan creëren, zeg maar. En weet je, feedback mag altijd, hè, moet ook. En het liefst opbouwen, want daar kan je wat mee, zeg maar. En respectvol natuurlijk, dat is het belangrijkste. Want ja, je hebt in die artiestenwereld ook dat heel veel, ja, die kan niet zingen, die kan niet zingen. En dat wordt dan achter je rug omgezegd. Terwijl ik heb zoiets als mensen zoals jij dat dan net beschrijft van, hé, kom dan naar mij toe, of in dit geval dan naar jou, en vertel het gewoon. En nou ja, prima, oké, dat vind jij, toch? Ja, absoluut. Dan gaan we naar je social media natuurlijk, Facebook, hoe heet dat, YouTube, Instagram. Ja, ik heb, nou ja, omdat ik nou ja, langzaam aan de weg ben aan het timmeren, heb ik een website geopend, Patrick van Ons. En nou ja, en dan kan je mijn hele biografie lezen inmiddels. En de eerste single die op YouTube staat, kan je daar vinden. Nou ja, daar zal mijn tweede ook natuurlijk op gaan komen. Mm-hmm. En nou ja, op Facebook kan je me ook opvinden. En, ja, het is wel grappig, want ja, je moet op een gegeven moment de artiestennaam gaan bedenken, zeg maar. Ja. En ja, ik heb een hele lastige achternaam, die ga ik je nu niet eens vertellen. Ja. Maar ik heb hiervoor ook een schildersbedrijf gehad en toen zaten we van, ja, wat moeten we nou, een naam schildersbedrijf, en mijn vrouw en ik zouden samen gaan doen. Ja. Zij zou de administratie doen en ik zou het schilderwerk doen. Ja. En toen zeiden we, en omdat het ook in mijn achternaam verweven zit, nou ja, doe mijn schildersbedrijf van ons. Ja. Nou ja, en toen moest een artiestennaam komen en toen hebben we ook gezegd van, nou ja, dat doen we Patrick van Ons, en dat is een klein stukje van mijn achternaam ook. En nou ja. Dus op die naam kan je me overal terugvinden, op YouTube en op Facebook, Patrick van Ons, zanger Patrick van Ons. En, ja. En dan hoop ik dat je in de toekomst heel veel dingen van mij gaat voorbij zien komen. Ja, dat hoop ik ook, en dat hopen we natuurlijk allemaal. Het zal wel heel mooi zijn natuurlijk, dat, ja, dat je uiteindelijk na later eigenlijk begonnen te zijn met de muziek, dan toch nog wat, ja, wat kan creëren. Nou moet ik zeggen, Patrick van Ons, ik vind het echt een hele leuke, ja, hele leuke naam. Ik dacht dat het echt je achternaam was ook. Maar ja, ik vind hem, ik moet zeggen, ja, ik vind het leuk, zeker als je dan ergens in een kroeg of wat dan ook komt. Maar ja, Patrick van Ons, ja, hij is van ons, dus ja, weet je, nou dat, ja, dat hoor je natuurlijk wel vaker, denk ik. Ja, ik had ook met een schildersbedrijf, als we wat grotere klussen hadden, dan van altijd de Patrick van Ons, want de spullen zijn toch van ons, weet je wel. Maar ja, dus, en dat heb je nu ook als je gaat optreden natuurlijk. En dat nou, onthouden mensen natuurlijk. Ja. Kijk, en Patrick, er zijn al meer zangers die Patrick heten, weet je wel. Dus ja, je moet je op een of andere manier toch even proberen te onderscheiden. Dus, nou ja. Ja, je wilde geen zanger Patrick of wat dan ook noemen, nee, zeg maar. Nee, snap ik. Nee, dus ja. Dus op die manier kunnen mensen mij vinden en, nou ja, en het filmpje ook bekijken. En nou, ik hoop mensen dat mensen daar plezier aan hebben en dat ze ook een likeje erbij zetten. Of mag ook feedback geven van wat ze ervan vinden. En dat zou allemaal leuk zijn. En natuurlijk straks in april komt de volgende optreden bij Zaanstreek, kwartfinale. Ja, die hebben we ook nog staan natuurlijk. Ja, dus, wat verwacht je daarvan? Wat verwacht je er zelf van? Nou, als ik heel eerlijk mag zeggen, en dat is geen sneer naar, want die mensen doen hartstikke hun best. Iedereen, en, ja, klopt. Iedereen, maar dat ze wel even proberen het geluid beter te krijgen. Ja. Want dat ik kwam als eerste en ik had geen echo en ik had geen, ik hoorde mijn band niet. En dan, ja, we staan wel op YouTube samen. Dus, dus dat hoop ik en dat hoop ik als tip, maar ik heb het ook tegen Wout zelf gezegd, tip mee te geven. Ja. En voor de rest gaan we gewoon weer twee leuke nummers maken. En hoop ik dat ik een ronde verder kom. En is het niet, dan is het ook niet, weet je wel. Als het een goede feedback is en onderbouwd en dat ik denk, oké, daar kan ik mee vinden. Tot nu toe heb ik elke keer feedback gehad dat ik denk, oké, jullie begeleiden. En dat vind ik belangrijk. Nou, gelukkig, dat is mooi om te zien. En leuk dat je het ook zo oppakt. Dat is heel belangrijk natuurlijk tegenwoordig. Ja, toch? Ja, en ik geniet iedereen. Jij staat als concurrent daar voor mij, maar ik sta net zo hard voor jou te applaudisseren. En, andersom ook. Dus ja, weet je, gewoon leuk gezellig met elkaar maken. En we doen het niet nu nog om ons brood te verdienen. En we doen het als hobby erbij. Dus. Zo is het. En het belangrijkste is dat je het ook met plezier doet. En met elkaar ook met plezier. Wat je zegt, ik zou ook voor iedereen te klappen. Al net als Valerie, die hebben we natuurlijk ook gezien. Die luistert ook naar deze radio. Die luistert ook mee. Nou, die stond ook op de pony. Die hebben we natuurlijk gezien, Valerie. Ja, ik... In de rolstoel. En dat vind ik zo ontzettend mooi om dat natuurlijk zo te zien eigenlijk. En ook daar klop ik dan voor.
Ik kende Valerie niet en ik heb haar ook toegevoegd aan mijn Facebook. En ik heb bij haar eronder gezet van, voor mij was jij de winnaar voor de dag. Ja. En ik heb zoveel respect hoe zij dat doet en op haar manier. Mm-hmm. En alle complimenten daarvoor. Zou je het leuk vinden om door haar een keer misschien geïnterviewd te worden live in de studio ook? Super, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Dan gaan we dat regelen, want het is een Zoetermeer. Dus ik heb het ook al gevraagd aan de radiomaker, zeg maar. En die zei van, nou ja, als die weer een keer wil komen, helemaal prima, dan gaan we dat gewoon regelen. Dus je mag een keer live ook in de studio komen. Super, helemaal leuk. En dan kun je live zingen en dan kun je gewoon eigenlijk doen wat je wil. Maar dan heb je het wel echt live. Nu is het natuurlijk van tevoren opgenomen, maar dan is het live. Nou, Valerie die is ook verbonden aan deze radio, aan fout-radio.nl. Dus wie weet kun je daar, kan ze misschien jouw vragen stellen of wat dan ook. Of als John er is, dan kan hij vragen aan je stellen. Ja, super. Ja? Ik sta er voor open en heel leuk om te doen. Dus absoluut. Dan gaan we dat gewoon regelen. Nou, Patrick, dankjewel in ieder geval voor je interview. Ja, jij bedankt voor je tijd en leuk om even zo op de radio mijn praatje te houden. Ja, nee, geen probleem. En we spreken elkaar weer. We gaan elkaar straks spreken. Is goed, Johan. Is goed, we spreken elkaar. Hoi, hoi. Oké, hoi.